Sony Media. Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Met z'n allen de podcast. En hoor je dit? Ik weet niet of je het goed kan horen, maar ik hoor vogeltjes, de wind. Er zijn hier zelfs schapen die af en toe geluid maken. Ik zit met mijn voetjes in het blote gras in een hele lekkere, relaxte tuinstoel. Want Hartman heeft mij uitgedaagd om eens even goed te duiken in het buitenleven. Want we zitten allemaal veel te veel binnen. En buiten zijn heeft zoveel voordelen voor je hoofd, voor je lijf. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook te veel binnen zit. Dus de uitnodiging om de studio uit te gaan, die heb ik met beide handen aangegrepen. En je hoort het, schapen. Ik zit hier onder een boom. Ik heb heel veel zin om samen met jullie in het buitenleven te duiken. En nu we toch bezig zijn, waar ben jij op dit moment? Is er een kans dat je met deze podcast op en je koptelefoon even naar buiten kan? Blokje om gaat lopen. De schapen zijn het er al mee eens. Dat hoor je. Let's go. Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen. We gaan met z'n allen naar buiten met Hartman. Ik heb twee hele leuke gasten uitgenodigd waar ik allemaal leuke buitenactiviteiten mee ga doen. Dus alles behalve de saaie studiolampen. In de studio, nee, onder een boom, op het water en misschien ook wel iets sportiefs. Maar laten we vooral beginnen met onze eerste gast. Ze is al een keertje geweest. Ik vind haar fantastisch. Ze heeft zeker een link met het buitenleven. En ik heb heel veel zin om met haar te kletsen hier in deze, nou, het is bijna een soort van Oprah Winfrey setting dit. Vrouwtje! Vrouwtje de Bot. Vrouwtje! Gwen! Hoe gaat-ie? Het gaat goed en ik voel me helemaal zen nu ik hier zit met jou tussen de schapen. Ja, heb jij dat echt ook altijd zo? Als je buiten bent, dat je meteen even helemaal... Ik vind dat lekker. Ja? Ik vind dat wel lekker. Ik vind ook als ik bijvoorbeeld thuis ben en we duiken meteen de diepte in. Ja? We gaan meteen in de... Nee, maar als ik thuis ben en ik ben een beetje... ik merk dat ik een beetje overprikkeld ben of ik heb heel veel indrukken gedurende de dag gehad, vind ik het heel lekker om even te gaan wandelen buiten. En hier zijn we hele andere prikkels, hè. Ik zie hier, nou, ik zie daarachter een varken lopen. Ja. Er is daar een hond die heel graag wil spelen, die door de productie wordt afgeleid. Ja. Er staan lammetjes achter me, het gras is hoog. We zitten heerlijk in deze lekkere set. Echt lekker. Het is echt even wat anders dan die grote studiolampen. Op je vind gezicht. Ik wel. Dan krijg je hele andere impulsen. Een soort natuurlijke impulsen. Natuurlijke impulsen. Natuurlijke impulsen. Jij bent natuurlijk al een keertje te gast geweest. Ja. Dat is inmiddels al een paar jaar geleden, wat ik heel raar vind. Want zo voelt het niet. Alsof het niet een paar jaar geleden is. Het is volgens mij wel rond 2 jaar geleden. Is dat al zo lang geleden? Ja, want ja, er is heel veel gebeurd in de tussentijd. Daarom kan ik het een beetje aflezen. En ik weet dat jij toen al heel veel affiniteit had met zelfhulp en zelfontwikkeling. Klopt. Maar er is een hele hoop gebeurd. Hè? Ja. Los van natuurlijk eigen huis en tuin. Hè? Daar zit je nog steeds, was toen ook al. Hè? Mm-hmm. Je hebt meegedaan met Wie is de Mol. Maar wat ik nog veel interessanter vind, is dat jij confidence coach bent. Of in ieder geval, dat staat er op Instagram. Het is grappig, want inderdaad, nu je het zegt, toen ik bij jou was, was dat nog helemaal niet aan de hand. Nee, ik was er wel mee bezig. Je was er mee bezig en je zei, ik wil daar graag wel iets meer mee gaan doen, maar ik weet het nog niet helemaal. Ik heb het gedaan. Ja? Ja. Wat heb je precies gedaan? Ik heb gedaan? De stap gezet. Nou ja, ik was al inderdaad, en dat klopt, dat was ook zo toen ik bij jou was. Ik was daar wel al heel lang mee bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb allerlei trainingen gedaan, cursussen gedaan door de jaren heen. En puur gewoon omdat ik zelf vragen had. Het ging eigenlijk altijd over mijzelf. Van hoe kan ik omgaan met bepaalde situaties in mijn leven? Hoe kan ik omgaan met mezelf, met mijn eigen gedachten? Ik wilde daar handvatten voor. Ja. Dus daar was ik altijd al wel mee bezig. Maar inderdaad, vlak nadat ik bij jou ben geweest, heb ik op een gegeven moment de stap gezet van, ik ga een opleiding doen tot coach. Je kan het noemen hoe je wil, life coach, mental coach. Ik merk zelf dat de centrale speel eigenlijk altijd het vertrouwen is in jezelf. Durven vertrouwen op jezelf. Dus ik noem het zelf het liefst zelfvertrouwen coach. Want voor mij voelt dat zo. De meeste mensen die bij mij komen, die willen iets met zelfvertrouwen. En dat kan op allerlei gebieden zijn, maar dat is meestal wel het centrale thema. Hey, en zelfvertrouwen, heb jij dan zelf
Natuurlijk niet. Ik wil zeggen, heb je zelf dan altijd zoveel zelfvertrouwen gehad? Maar dit moet ergens vandaan komen, toch? Zeker, zeker. Nee, ik heb helemaal niet altijd heel veel zelfvertrouwen gehad. Ik waaide met alle winden mee. Ja. Ik dacht, oh, vind jij dat? Nou, dan is dat vast heel goed. Ja. Oh, dat programma is heel mooi. Oh, dat zou ik ook wel willen presenteren. Of mm-hmm. Die doet dat. Oh, dat vind ik ook tof. Of ja. Dan zei een vriendje iets tegen mij. En dan dacht ik, oh, dan moet ik dat waarschijnlijk maar doen. Mm-hmm. Maar ik vertrouwde totaal niet op wat ik voelde, wat mm-hmm. ik wilde, wat ik belangrijk vond. Dus ja, ik heb dat echt door de jaren heen geleerd. Een beetje door schade en schande wijzer geworden. Ja, en die schade en schande, hoe uitte zich dat dan in je leven? Had je daar last van? Had je daar wakker van? Was dat echt iets waar je van baalde toen al? Zeker, zeker. Ik heb daar... wij zitten natuurlijk in een vak waarbij best wel veel meningen worden geuit overal. Mm-hmm. Iedereen vindt overal iets van. Ja. Yeah. En ik merkte dat ik daar wel heel gevoelig voor was. Als iemand iets zei over iets wat ik deed of over wie ik was of over mijn persoonlijke leven, dan kon ik daar ongelooflijk van slag van zijn. Echt, heb je voorbeelden daarin? Nou ja, ik ben bijvoorbeeld in mijn privéleven heb ik best wel wat meegemaakt. Ik ben gescheiden mm-hmm. en daar is van alles, allerlei turbulente dingen zijn er gebeurd. En dat werd toen ook in de pers uitgemeten en mensen vonden daar wat van, ook in mijn nabije omgeving. Wow. En ik vond het heel lastig om niet gewoon op dat moment heel erg bij mezelf te blijven en te denken, oké, dit is mijn situatie, dit gaat om mij, om mijn ex, om mijn kind, hele persoonlijke dingen. En ik vond het heel moeilijk om toen heel erg gecenterd te blijven, zeg maar. Is dat mogelijk in zo'n situatie? Nou ja, dat is natuurlijk achteraf, denk ik ook. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje bijna een onmenselijke situatie. Hè. Er is natuurlijk zoveel gebeurd. Ik denk alleen wel dat als ik toen wat meer tools had gehad en de handvatten die ik nu weet, dat ik daar op een iets andere manier mee was omgegaan. Hoe dan? Wat weet je nu wat je toen nog niet wist? Heel veel dingen. Bijvoorbeeld het in de natuur zijn. Ja. Even teruggaan naar jezelf. Ja, er zijn heel veel handvatten natuurlijk. Hè. Het even rustig ademhalen en ook erkennen, ik voel me niet lekker. Ja. Ik heb verdriet, ik ben boos. Het is allemaal kut. Wat moet ik nu doen? Wat voel ik nou eigenlijk? Uh-huh. Dus echt even naar je gevoel gaan en dat erkennen. Ja, ik was alleen maar met afleiding bezig. Yes. Zoveel mogelijk tv kijken, denken, nog meer denken. Ik was verslaafd aan denken. Na tv kijken, dan naar bed gaan en dan heel veel beginnen te denken. Ja, en dan heel maar veel weer beginnen afleiding. Te denken en ook met vriendinnen kletsen, wat ook heel helend en fijn kan zijn. Mm-hmm. Maar ik trok me ook heel veel aan van wat andere zijden. In plaats van de juiste mensen natuurlijk. Ja, ja, precies. En als presentatrice zijn, hè, wat zijn er voor dingen tegen jou gezegd? Daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Waar je nu anders mee om zou gaan. Want bij ons is het heel vaak heel persoonlijk. Dus mm-hmm. op de werkvloer dan is het... Nou, dan bijvoorbeeld bij mij was het... sommige dingen niet geloofwaardig zijn. Ik geloof niet wat je zegt, weet mm-hmm. je wel? Of je bent te druk, of je bent te rustig. Dat zijn dingen die er niet bij iedere job komt dat kijken. Dus ik ben heel benieuwd wat voor dingen, wat voor kritiek heb jij gekregen? Misschien niet altijd terecht. Nou, ik heb een tijdje RTL Boulevard gepresenteerd, bijvoorbeeld. Ja. En dat specifiek vond ik een programma, omdat het heel erg gaat om je mening geven. Ja. Ja, dat paste gewoon totaal niet bij mij. Mm. Niet dat ik het moeilijk vind om mijn mening te geven, maar ik denk dat ik van nature al best wel altijd meedenk met mensen. En niet iedereen heeft dezelfde mening of handelt hetzelfde als ik. Nee. En daar kan ik best wel al snel begrip voor opbrengen. Dat komt misschien ook omdat mijn ouders zijn allebei psycholoog. Ja. Dus ik ben heel erg gewend om mee te denken. Oh, denk jij zo? Oh, wat grappig. Jij zo denk ik niet. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat jij zo denkt. Ja. En dat is best een onhandige rol in RTL Boulevard, waar je gewoon eigenlijk hard iets moet vinden. Ja. Dus, ik ben het er niet mee eens. Ja, ik ben het er wel mee eens. En ik was dan een beetje voor. En mensen zeiden dan, ja, je bent ontzettend aan het draaien. En je bent veel te lief. Die heb ik ook heel vaak gehoord. Je bent veel te lief, hoorde ik heel vaak.
En op dat moment zag ik dat best wel als een, nou niet als een compliment. Nee. Ook niet echt als een aanval, maar ik dacht wel van ja. Het moet schuren. Ja, het moet schuren. Dus ik heb heel lang gedacht van oh, ik mag meer van mezelf laten zien. En ik moet harder worden. En ik moet ik moet passen in, die, in dat maatje, zeg maar, wat er voor mij gelegd wordt. Totdat ik eigenlijk tot de conclusie kwam, zo ben ik helemaal niet. Ik vind het heel fijn om te verbinden en om van iedereen om iedereen tegemoet te komen en te denken, hey, jij komt uit een andere plek dan ik, je hebt een andere achtergrond dan ik. Ja. We denken niet allemaal hetzelfde, maar ik kon me dat wel heel erg aantrekken. En dan had je natuurlijk ook nog de hele harde kritieken van hou je bek, domme dit. En weet je wel, ik zat toen nog op Twitter. En even op Twitter kijken na de uitzending. Nee, nou, dat was echt een recept voor een downfall, zeg maar. Dat ik Hoe lang heb je dat gedaan? Is dat een dat tijd? Programma bedoel je? Nee, dat op Twitter kijken. Nou, ik heb wel echt een paar jaar op Twitter gezeten. Dat ik echt een paar jaar gewoon. Zit jij er niet meer op Twitter? Ik ben er al heel snel vanaf gegaan. Dat heb ik ooit geïnstalleerd. Daar ben ik actief op geweest. Mm-hmm. Maar nee. Twitter was echt al heel snel nee. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik echt zie dat jij een transformatie bent ondergaan op Instagram. Omdat je dus nu ook een hele hoop dingen deelt. En je ziet gewoon bij jou dat het gewoon vanuit een echte plek komt. Het voelt zo logisch dat jij in één keer over zelfvertrouwen praat of persoonlijk groeien. Dat ik weet niet. Dat vind ik heel leuk om te horen. En ik krijg daar ook hele leuke reacties op. En dat ja, het is ook zo. Ik voel dat zelf zo. En soms bijvoorbeeld door de dag heen maak ik iets mee. En dan denk ik, ja, daar ga ik even een post over maken. En dan moet ik soms even nadenken hoe ik dat dan kort formuleer in minder dan een minuut. Ja. He, want je kan geen ellenlange verhalen houden. Maar goed, daar komt je presentatieervaring dan weer van pas. Dat je denkt, oh ja, ik kan wel dingen korter maken en dan de essentie net even vangen. Dus dat is dan net even iets wat je kan brengen op Instagram. Ja, ja, snap ik. En ik merk ook wel dat ik minder behoefte heb om andere dingen te delen op Instagram. Waar ik mee bezig ben en wat ik zelf super tof vind. Mm-hmm. Om gewoon een leuker leven te creëren of een makkelijker leven. Mm-hmm. En ik merk dat ik heel enthousiast word van dat delen met mensen. Mm-hmm. Dat ik denk, dat vind ik ook leuk om van anderen te kijken. Daarom kijk ik ook op Instagram. Dan denk ik, jij ziet dat zo, wat cool. Ja. Oké, zo zou ik het ook eens kunnen bekijken. Ik ben ook one of them gewoon. Dat is heel leuk. Je bent allemaal precies. Met een community met elkaar daarin. Ik wil zometeen jouw beste tip voor een lekkerder leven. Maar daarvoor ben ik heel benieuwd of jouw omgeving zoiets had van what the fuck is hier aan de hand? De productie van eigen huis en tuin. Dan denk je, ik beeld me dat even zo in. Ja, want voor jou is dat heel logisch. En ik sprak jou al een aantal jaar geleden. Maar zijn er mensen in je omgeving geweest die zeggen, joehoe, de buren misschien wel. Wat is hier aan de hand? Nou, eigenlijk in de omgeving niet echt. Want die kennen mij. Dus die weten dat dit wel iets is waar ik heel lang mee bezig ben. En misschien heel diep van binnen ook altijd al wel heb gewild. Mm-hmm. Ik heb ook altijd iets in mij zei, ik wil wel iets met psychologie doen. Omdat mijn ouders dus dat allebei zijn. En ze weten natuurlijk dat ik al die cursussen heb gedaan. En die dus dat weten mensen in mijn nabije omgeving weten dat wel. Dus die hebben zoiets van, natuurlijk doet zij dit nu logisch eigenlijk. En op mijn werk bij eigen huis weten ze natuurlijk dat ik die opleiding heb gedaan. En dan moeten we natuurlijk heel erg lachen af en toe. Dan zeggen ze van, hou lekker je bek, joh. Ga iemand anders lopen coachen. Dus daar moeten we heel erg met elkaar over lachen soms. Ja. Maar ze vinden het ook heel leuk en het ook heel erg bij mij passen, hoor. Want het is natuurlijk een soort familie. Je ziet elkaar bijna elke dag. Dus maar het is niet iedereen's cup of tea. Nee, dat zeker. Is zo grappig. Ja, en het is natuurlijk. Niet, net als deze podcast, niet iedereen's cup of tea. En dat is ook oké. Ja. Dat is ook prima. Ja. En dat is ook leuk. En ik merk ook mensen ook wel op mijn Instagram van, ben jij nou ineens psycholoog geworden? Heb je die ook gezien? Dat soort dingen. Jij ook wel krijgen. Ja. Nou ja, en dan dat vind ik eigenlijk alleen maar heel leuk. Want dan denk ik, ik snap ook best dat het verwarrend is. Want het ene moment sta ik over kussentjes en courgettes te praten. Ja. In mijn eigen huis en tuin. En dan vertel ik weer iets over je gedachtes. Of weet ik veel hoe dat dan mij bezighoudt. Dus dat snap ik maar best. Maar dat is nog steeds interieur. Dat vorige keer was jouw boek net uit. Ja. Interieur, kussentjes en courgettes is nog steeds jouw ding. En dit ook. En dit was er altijd al. Dat vind ik zo interessant aan. Zeg maar dat bij mij mediteren, dat is er nu een paar jaar. Mm-hmm. Maar ik vind ook Thunderdome nog steeds leuk. Dat is ook zo leuk. Je kunt toch van verschillende dingen houden. Ja. En verschillende kanten hebben. Ik hou van interieur, vind ik heel leuk. Ja. Inderdaad, mijn programma gaat erover. Ik hou ook van koken. Ja. Ik ben
super blij dat ik Hugo heb ontmoet in mijn leven. Oh my god, hem, Hugo. Ja, door hem kook ik veel meer, vind ik koken leuker. Nou ja, en door het programma, ik kijk heel vaak tussen de opnames door, kijken naar de filmpjes die we dus zien in het programma. En denk ik, oh ja, leuk, dat ga ik ook eens zo doen met dat bankje of weet ik veel. Ja, ik vind dat is meer een soort persoonlijke interesse. Alleen, ik ben geen interior designer of zo, helemaal niet. Of een interieurstylist. Dat laat ik heel graag aan iemand anders over. Maar ik geniet er meer van. Zoals jij van Thunderdome houdt. Jij bent ook geen Thunderdome DJ of nee, zo. Nee, ik geniet je er gewoon van. Ja. Ik ben gewoon een groupie. Ja, precies. En ik ben een interieur groupie. Ik hou ervan. Ik geniet ervan. Net als van koken vind ik ook heel leuk. Ja. Hey, er liggen hier al een aantal boeken. Zullen wij even onze favoriete boeken gaan bespreken? Ik heb aan jou gevraagd. Neem er even een aantal mee. Je hebt ze mentaal meegenomen. Ik heb ze mentaal meegenomen. Maar zullen we dat gaan doen? Ja, leuk. Wat is er nou lekkerder dan in de tuin, relaxed, met de voetjes in het gras, een boek lezen? Ja, heel weinig. Ja, dus dit ik dacht, heerlijk. Laat ik jou meenemen. Gaan we het even over onze favoriete boeken hebben. Dan hoop ik dat we de mensen een beetje kunnen inspireren om lekker naar buiten te gaan met een lekker boek. Heerlijk. Let's go. We gaan met z'n allen naar buiten met Hartman. Nou, wat een heerlijk plekje. Oh my god. Oh mijn god, ik kom hier nooit meer uit. Waar heb je nou een podcast die zo wordt opgenomen? Heb je ooit iemand er zo bij zien liggen tijdens de opnames van een podcast? Ja, nu wel ja. Oh, wat lekker. Het bounced ook helemaal. Dit is gewoon een bed. Ja, dit is echt zo'n bedstoel waar je nooit meer uitkomt. Ik ga gewoon zo blijven liggen. Toch? Dit mag gewoon wel, doen. Hè? Ja, doei. Mijn van mij podcast. Wel, het is jouw podcast. Mijn podcast, mijn leven. Ja. En we gaan het over boeken hebben. Heb jij de rust om in je tuin te gaan zitten, een boekje erbij te pakken en lekker te gaan lezen? Iets meer dan vroeger, maar nog steeds geef ik mezelf daar 6 punten voor van de 10. Ja? Ja. Ja, dat is niet een van de dingen waar ik heel erg goed in ben. Lezen doe ik eigenlijk meestal 's ochtends even een half uurtje met een kop koffie op de bank. Nou, tegenwoordig is dat dus ook lekker weer eens buiten. Zo, er wordt even een schaap aangevallen. Die ziet ons hier lekker liggen. Die denkt, laat mij erbij. Ik wil er ook. Dag lammetjes. Ook. Zo leuk, hè? Ja. Maar sorry, ik was even afgeleid. En voor het slapen gaan lees ik ook regelmatig. Helemaal omdat ik dan niet te veel tv wil kijken voor het slapen gaan. Maar nu met dit weer is het natuurlijk heerlijk. En ik heb nu echt wel iets meer de rust om te zeggen, oké, ik gun mezelf om even, in mijn hoofd is dat dan even niks doen. Echt even me-time. En om dan gewoon in de tuin te gaan zitten of op een bank te gaan zitten en te lezen. Even lummelen. Even te lummelen, precies. Maar dit, hè, deze omgeving inspireert mij dan wel. Kijk, als je ook kijkt hier om je heen, hier kan je ook rust vinden. Thuis vind ik dat veel moeilijker in mijn, op mijn bank, in mijn stoel. Dan zijn er ook 1000 andere dingen die je kan doen. Ja. Ja, maar als je echt even uit je bubbel bent, dan kan je je ook eerder focussen op een boek. Ja, en dat is natuurlijk vaak wat ze ook zeggen over vakantie. Hè? Ja. Als je dan en buiten bent en ook nog eens een keer echt op vakantie, dan ben je echt letterlijk uit je bubbel. Dus dan heb je meer rust en meer vrijheid in je hoofd om ook echt te gaan lezen. Ik heb echt heel lang niet zo lekker gelegen als hierin. Goed, het hè, is dit? Een ja, echt. Ik maak echt geen grappen. Dit is echt, het is echt bizar. Het is gewoon, het is gewoon ligt een ook bed. Bijna lekkerder dan mijn bed. Nou ja, het is lekkerder dan een bed, want een bed ligt je meestal nog een beetje achterover. Nee, je hebt wel van die bedden die omhoog kunnen, maar dit ligt heerlijk. Ja. Oké, ik ga even mijn boeken erbij rapen. Nou, het zal je niet verbazen dat ik, als ik lees, dat vaak over persoonlijke ontwikkeling is. Omdat ik het ook heel leuk vind om tegelijkertijd nog iets nuttigs te doen. En ik vind het ook echt heel leuk om te lezen. Dat ik denk, oh ja, nog meer nieuwe handvatten om een leuker leven te hebben. Ja. Een van de boeken die ik de laatste tijd echt heel tof vond, is het boek van Maret Kallio. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Wees eens wat liever voor jezelf. Nou, de titel alleen al is natuurlijk fantastisch. En zij is psycholoog ook. En zij legt in het boek uit dat we allemaal toch wel heel erg streng zijn voor onszelf. Heel veel moeten. En als je erover na gaat denken, niet te veel nadenken hoor, want dat is ook niet goed. Maar als je een beetje over na gaat denken, dan is dat ook wel vaak zo. Als je door de dag heen je eens gaat beseffen wat je allemaal moet van jezelf. Dan zijn dat zo ongemerkt best wel heel veel dingen.
En het is zo bizar dat je dat zegt, ja. Er zijn zoveel dingen die je denkt dat je moet doen, die je eigenlijk helemaal niet hoeft te doen. Nee, dat heb jij jezelf opgelegd. Ja. Ja, je moet bijvoorbeeld, ik zeg maar wat dingen die mensen kunnen hebben of die ik van mezelf herken. Je moet altijd zorgen dat je op tijd bent. Dat is dat ook wel belangrijk. Maar je moet altijd aardig zijn tegen mensen. Mm-hmm. Je moet altijd, ja, zo ga maar door. Er zijn allemaal hele lijsten van dingen die je moet doen. Je moet altijd mensen helpen. Mm-hmm. Je moet er altijd klaarstaan voor mensen. Mm-hmm. Je moet, en op die manier leg je jezelf zoveel druk op. Mm-hmm. Dat je eigenlijk je eigen grenzen een beetje overgaat. Dus die is een eye-opener. Vond ik wel. Ja? Een mooi boek. Wel, je leest soms in een boek ook wel dingen die je al weet. Maar het wil lekker zijn om weer eventjes zo een andere invalshoek te zien. Maar ik vind het ook heel fijn met dat soort boeken. Dat soms is het herhaling. Maar het is dan wel even een frisse wind door je hoofd heen. Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb hier een stapeltje boeken liggen. Oké. Ik zie alweer favorieten van mij. Deze is denk ik een van je favorieten. Meerdere. Ja, ja eigenlijk, echt? Eigenlijk allemaal. En dit is Andrew Roth. Ja, zeker. Oké. Okay. De Alchemist, ja. Ja, okay. Dit is mijn favoriet, ja. Oké, okay, dan mag jij deze eventjes doen. Ja, of één van mijn favorieten. Ja. Ik had er nog één, maar dit is... Jan Geurts, Verslaafd Jan aan Geurts, Liefde. Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. Jan Geurts heeft meerdere Verslaafd aan boeken geschreven. En dit was voor mij mijn eerste contact met... ook een beetje met boeddhisme, hè? Want Jan Geurts is ook boeddhist. En geeft op die manier een hele duidelijke invalshoek aan... ik heb het in de podcast die wij samen hebben opgenomen ook over gehad. Over het verslaafd zijn aan aandacht van buitenaf. Daar komt eigenlijk op neer. Liefde van buitenaf. Ja. En dat wordt zo duidelijk uitgelegd in dit boek. En het wordt je langzaam gaan, als je dit boek leest, steeds meer luikjes open. Weet je, het is heel herkenbaar hoe dit mechanisme werkt. En hoe je eigenlijk dus jezelf helemaal vastzet. Ja, en het gaat nog zoveel dieper dan je denkt. Want vrienden zeiden al tegen mij, verslaafd aan liefde, dat is een leuk boek voor jou. En dan dacht ik, nee, want ik ben helemaal niet verslaafd aan de liefde. En ik heb al een vriend, dus wat is het probleem? Dat is wat ik dacht. Maar dit dat boek, is alleen maar aan de hand van een titel een natuurlijk. Een titel. Dit boek gaat over jezelf. Er staat ook de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties. Nou, dit is een boek wat iedereen op de middelbare school moet lezen. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is pittig. Ja, het is echt geen hele lichte kost. Je ziet hier ook, ik heb echt als een mafkees zitten markeren. Maar dit is een boek wat je altijd kan blijven lezen. Wat echt de allerdikste tip is. Ja, zeker. En ik precies hetzelfde als jij. Het is niet hele lichte kost. Af en toe lees je eens een paar bladzijden en ben je even heel gefocust aan het lezen. Ja. Maar het is ook een boek wat je er nog weer een keer bij pakt. Waarvan je denkt, oh ja, die ga ik nog weer eens een keer lezen. En dan weer lees je andere dingen. Er staat zoveel in dat... Het wordt ook, als je het eenmaal begrijpt wat hierin staat... Je bent niet je gedachtes natuurlijk. Dat heb ik mede leren begrijpen door dit boek. Dus als je dat heel tof vindt als topic... En je denkt, waar de fuck heb je het over? Ik wil je meer over weten, dan is dit boek iets vets. Wat is bij jou het grootste takeaway? Nou ja, voornamelijk in hoe ik in relaties stond. Ja. En hoe ik nog steeds wel eens nadenk over de relatie die ik bijvoorbeeld nu heb. Dat dingen die ik voel of die ik ervaar in de relatie, dat niet... Ik was heel erg geneigd om dingen bij de ander te leggen. Mm-hmm. Jij geeft mij niet wat ik nodig heb. En jij doet dit niet, waardoor ik me zo slecht voel. En dat legde ik dan bij de ander neer. Mm-hmm. En door dit boek heb ik geleerd dat dat niet bij de ander vandaan komt. Mm-hmm. Maar dat dat iets is wat ik binnen mezelf aan te gaan heb. Op te lossen heb. Ja. Dat was eigenlijk mijn grootste takeaway. En dat is, hij komt weer helemaal terug. Ja, en dat is... dat is heel goed uitgelegd in het boek waarom dat zo is. En dat zorgt voor heel veel vrijheid. Want als je een ander niet meer de schuld hoeft te geven, weet je dat je zelf verantwoordelijk bent. Precies. Een ander boek, Limitless van Jim Quick. Ook gelezen? Zeker. Fan van Jim Quick, sowieso. Heel leuk om te volgen op social media. Leert je over hoe je focus werkt, hoe je brein werkt. En... vertelt je hoe speedreading in elkaar zit. Ja, zeker. En dat heeft me weer heel erg geholpen met deze boek gaan lezen. Ja. Want als je dus gewoon even 5 keer of 10 keer zo snel kan lezen... dat is wat speedreading is... dan
Ja, er ging een hele wereld voor me open. Want het is zo leuk, dat brein, dat heb je dan maar. Mm-hmm. Daar ben je helemaal niet zo bewust van. Maar als je een beetje leert hoe het werkt. Ja, ja, dat vond ik ook heel leuk aan dit boek. Dat het je eigenlijk, letterlijk, er staat hier ook... Upgrade your brain, learn anything faster and unlock your exceptional life. Dat is een beetje gevleugelde termen, maar dat het slotje eraf halen en denken... Hey, wacht even, dit kan mijn brein ook. Ja. Dat wordt heel duidelijk uitgelegd dit boek. Hè? Ja, vond het ook een heel vet boek. Er staat ook een quote van Will Smith op. Jim Quick knows how to get the maximum out of me as a human being. Nou in mijn winkelmandje. Als je dan het boek nog niet koopt, dan weet je het ook niet. Dan... Ja. De koning! Nee, dus ik ben fan van Tony Robbins. Maar waarom? Het is heel grappig dat ik het... Toen ik jonger was, kreeg ik het al een beetje mee dat hij bestond van zijn cassettebandjes. Ik vind zijn tone of voice heel interessant, want hij is heel nuchter. Hij praat heel erg... hoe hij praat komt heel erg bij mij binnen. Wat grof gebekter. Hij heeft niet zoveel woorden nodig om mij wakker te schudden. Mm-hmm. En hij is voor mij de grootste motivator die er is. Nogmaals, het boek waar ik het over heb... want je luistert natuurlijk, je denkt, Gwen, waar heb je het over? Hij staat op de cover, hij kijkt heel intens. Anthony Robbins, awaken the giant within. Take immediate control of your mental, emotional, physical and financial destiny. Ja, dit is een boek wat voor mij heel veel heeft betekend... en voor heel veel verandering heeft gezorgd. Nogmaals, geen lichte kost. Ik zou zeker even Limitless speed reading... dit heeft mij wel geholpen om door dit boek heen te vliegen. Kijk, ook die kleine letters, joh. Dat is toch helemaal, daar word je helemaal akelig van. Ik denk dat Anthony Robbins ook een van de eerste grote motivational speakers was. Ja. Tenminste, in ieder geval de eerste die mij ter oren is gekomen ooit. Hij was denk ik 10, 15 jaar geleden, hoorde je al van het motivational speaken, de keynote, zeg maar, wat nu heel populair is. En dat was toen, begon dat eigenlijk een beetje met Anthony Robbins. Ja. En ik heb het idee dat hij dat echt op de kaart heeft gezet. Mm-hmm. En hij heeft daardoor een hele grote following opgebouwd. Want wat hij eigenlijk doet, is hij is een beetje een van de grootste spokespeople van NLP, hè? Van mm-hmm. het neurolinguistisch programmeren. Heb je het over gehad, hè? De vorige keer dat jij er was. Vorige keer over gehad. Ook een van de methodieken die ik in mijn opleiding heb geleerd, in de coachingsopleiding. En dat is gewoon een hele, precies wat jij nu ook zegt, waarom hij jou zo aanspreekt, een hele praktische methodiek. Die eigenlijk heel, die helemaal niet zo theoretisch is, zit natuurlijk wel theorie in, maar die je heel mooi in de praktijk kan toepassen om je doelen te bereiken. Want dat is eigenlijk waar hij voor staat. Hè? Je, zowel je persoonlijke als je zakelijke doelen. Ben je wel eens naar hem toe geweest? Nee. Ja, hij staat bij mij wel echt heel hoog op mijn verlanglijstje. Ja, maar ik hoor van dat soort krankzinnige bedragen als €50.000 voor een kaartje. Weet ik veel, belachelijke bedragen om dat... volgens mij heb je ook wel wat goedkoper, maar... Ja, je hebt online ook, hè? Ja. Doet hij wel nee, eens, maar je hebt volgens mij ook wel dat je wel... Voor minder dan, ik denk dat je ook wel voor 1/5 ergens komt van dat bedrag. Okay. Maar vind het nog steeds een hoop geld. Het hoor. Is wel altijd crazy. Ja. Ja. Nee, ik hoop dat ik ooit, ik weet niet man. Deze man heeft hele stadions vol met mensen. Ik ken ook mensen die daar zijn geweest. Mm-hmm. Ik ken mensen die hij zakelijk coacht. Dit is, ik wil dat gewoon meemaken. Maar dat is ook vooral omdat ik heel nieuwsgierig ben. Ja, dat snap ik. Ja, het lijkt me ook wel heel bijzonder om het mee te maken. En trouwens, als je in zijn mindset zou denken, zou je moeten denken van, give me the money. Ja, hoeveel is dat nou eigenlijk, hè? 20.000 euro. Ja. voor Tony Robbins. Om te investeren in mijn leven. Het is mijn leven. Ja, het is mijn leven. Maar goed, dan moet je het wel hebben natuurlijk. Oké, als één van deze boeken je aanspreekt, wil ik je uitnodigen, niet alleen om hem te gaan lezen, maar ga eens even buiten lezen. Relaxed. Heerlijk. Op een bankje. Misschien heb je wel zo'n lijpsysteem als waar wij op zitten. Maar ga eens met je neus de zon in. Want en lezen op een plek als deze, met de wolkjes in de lucht, onder de boompjes. Dat leest toch net even wat lekkerder. Ik denk ook serieus dat je het beter opneemt. Dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, en je krijgt dus eigenlijk meteen een soort vakantie, instant vakantiegevoel. Waardoor je dus eigenlijk tegen je mind zegt van, het is oké. Je kunt ontspannen. Je kunt lekker gaan lezen. Je kunt al deze stoffen je opnemen. Je kunt hiervan genieten. Dit is entertainment. Dit is fijn. Gun dit jezelf. Wees eens lief voor jezelf. Ja.
Dus dan heb je en het vakantiegevoel. Hoor je dat varkentje helemaal losgaan? Oh, die viel er ook graag bij. Dag jongen. Hey, wij gaan weer lekker terug naar die relaxte set daar. Die stoelen zijn ons aan het roepen. Ik vind wel een beetje moeilijk dat we hieruit moeten. Hier kan ik ook gewoon vind het ook jammer. Oh. Vind het ook jammer. Nog even blijven liggen dan? Ja, doen we. We gaan met z'n allen naar buiten met Hartman. We gaan een beetje inzoomen op het buitenleven. Vitamine D is eigenlijk het grootste cadeautje uit de zomer. Dat krijg je van de zon. En ik heb toevallig twee vragen daarover binnengekregen. Luistervragen. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd. De allereerste. Hey, ik ben een gast. Ik ben altijd heel erg bezig met mijn lichamelijke en mentale gezondheid. Daarom heb ik helemaal uitgezocht welke supplementen en vitamines ik moet slikken om mijn lichaam optimaal te ondersteunen. In de winter slik ik dan ook altijd vitamine D, omdat we minder blootgesteld worden aan daglicht. Dat klopt. Hebben jullie hier ervaring mee of een andere tip? Eventueel op reis of zo? Groetjes anoniem. Slik jij je supplementen in de winter? Ja. En ik in de zomer? Ik slik eigenlijk altijd supplementen. Ik slik sowieso altijd magnesium. Ja, ik ook. Omdat ik ook merk, het is voor mij ook een soort slaapformule om goed te slapen. Mm-hmm. Ik slik het voordat ik ga slapen. En ik merk echt dat als ik het niet heb geslikt, dat ik dan minder diep slaap. Ja. En die slaap die heb je toch wel zo nodig ook om alle prikkels van de dag te verwerken. Ik merk ook echt dat ik veel meer droom als ik magnesium mm-hmm. heb geslikt. En dat ik het heb onthouden ook. Dus ik denk dat ik heb zo gewoon het gevoel dat heel fijn werkt. Ik slik ook inderdaad altijd vitamine D. Ja, ik ook altijd. En eigenlijk hoeft het eigenlijk niet, hè? Het hoeft niet in de zomer. Nee, want klopt. Als je in de zomer gewoon wat meer naar buiten gaat en eigenlijk wat vaste dingen in je leven vervangt door gewoon een wandelingetje buiten. Maar het is ook een beetje automatisme. Dat is een beetje automatisme. En je hebt helemaal gelijk, in de zomer hoeft het eigenlijk niet. Nee. Dus ik ga, zodra ik nu thuis ben, ga ik het er ook weer even uitgooien. Denk ik, oh ja, dat kan eigenlijk wel weg. En ik slik eigenlijk altijd vitamine B12. Ja, die doe ik ook. En ik slik altijd cranberry voor mijn blaas. Ik heb snel last van mijn blaas. Dus dat slik ik elke dag. En sinds ik dat altijd slik, heb ik ook nooit meer blaasontsteking. Dus ik heb altijd het idee dat het helpt. Voor vrouwen is dat gewoon vaak een extra goede vitamine. Ja, en, dus jij bent ook echt wel een supplementenfan? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk om bepaalde dingen goed te slikken. En ook wel dingetjes voor mijn darmen. Ik kan soms merken dat mijn darmen een beetje van slag zijn. En dan slik ik ook wel probiotica bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik gewoon merk dat dat net even ondersteunend werkt. Maar om heel even terug te komen op haar vraag, namelijk vitamine D. Ik denk inderdaad dat het gewoon sowieso heel erg goed is om niet te onderschatten hoe belangrijk buiten is. Ja. Buiten is zo fijn, ook al is het gewoon echt rot weer. Ik ga meestal toch eventjes of even hardlopen. Al is het maar 5 of 10 minuutjes, hè? Een klein blokje of wat dan ook. Dat je toch even het gevoel hebt van ik beweeg mijn lichaam en ik ben buiten. Dat is zo'n fijne combinatie. Ja, want ik heb gelezen dat als de zon het sterkste is, krijg je het meeste vitamine D. Dus dat is eigenlijk in de middag. We hebben die tijden hier staan, hè? 10 tot 3? Ja. Ik heb gelezen dat van 10 tot 3 de zon het sterkste is. En dat het belangrijkste is om naar buiten te gaan. Terwijl ik mezelf erop betrap dat het dan vaak aan het einde van een dag is. Dan denk ik, oh ja, nu kan ik lekker naar buiten. Dan gaat die zon alweer onder. Maar dat is zonde, weet je. Waarom ga je niet in de middag heel even lekker wat groen opzoeken? Ja, op een bankje zitten? Ja, ik denk ook dat we niet... Tenminste, ik ben niet per se bezig met van, oké, wanneer ga ik zoveel mogelijk vitamine D pakken? Nee. Ik ben gewoon bezig met, ik vind het lekker om even buiten te zijn. En ik merk dat mijn lichaam daar heel goed op gaat en mijn mind daar heel goed op gaat om even gewoon in de buitenlucht te zijn. Dus ik denk dat soort van en situaties van, ik pak nog even de vitamine D mee. Maar los daarvan, ook al ga je later op de dag, is het gewoon heel lekker om buiten te zijn voor verschillende gezondheidsredenen. Ja, ik heb dus, dit klinkt echt super stom. Maar ik heb dus helemaal ontdekt dat als ik... Hoor je dat? Dat is een varken. Het lijkt net een hond. Is dat een varken? Dat is een varken, dat loopt daar. Oh, dat is een hond. Nee, dat is een hond. Het lijkt een hond en ik zie hem daar lopen. Hij heeft een hanenkam. Wij zijn stadsmeisjes in het buitenleven ineens. Oh, is het een varken? Is het een hond? Wat is het? Eerder vandaag zei ik, is dat de hond? En zei ze, nee, dit is het varken. Maar wat dus met je blote voetjes in het gras doet voor je hoofd. Dat is lekker. Maar ik heb dat nooit echt gedaan. Grimpen, dus ik weet niet wat dat is nu sinds ik een hond heb gebeurd. Dan gaan we naar het park en dan trek ik als een kleine freak mijn schoenen uit en dan ren ik met mijn blote voeten
door dat gore park heen. Maar dat maakt me niet uit. Maar met blote voetjes door het gras heen. Het lijkt wel alsof alles in mijn hoofd dan ontspant. Ja, het is een soort voetpassage eigenlijk. Hè? Die, ja. Want er zitten natuurlijk heel veel trigger points in je voet. Ja. Ik ben geen voetreflexoloog of zo. Of ik weet niet hoe dat heet. Maar dat weet ik wel. Ja. Dat kan helpen natuurlijk. Dus ik denk dat het zoiets is. Ja, ik kan het niet beschrijven wat ik voel. Als ik het verschil tussen met mijn schoenen aan. Dan ik denk dat ik er gewoon meer ben. Als mijn voeten in het gras zijn. Dat je echt voelt letterlijk denk, je voeten op de grond. Thuis. Nee, precies. Ja, je voelt letterlijk natuurlijk je voeten op de grond. En ik weet ook wel dat het eerste moment als ik wakker word en je zet je voeten buiten je bed op de grond, dan heb ik altijd heel bewust even een moment. Oh ja, mijn voeten staan op de grond. Echt letterlijk even gronden. Even. Ja. En nou, dat deed ik ook tot een paar jaar geleden, deed ik dat ook helemaal niet. Dan sprong ik gewoon uit bed en meteen plassen. Tandpoetsen, bananenrijstwafel, een hand weg. Ja. En door met de dag. Maar ik ben nu veel bewuster aan het opstaan. Ja. 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 En zijn er nog meer rituelen die je hebt als je opstaat naast je voet op de grond zetten? Sowieso heb ik altijd even echt een moment en dat kan eigenlijk op elk punt zijn. Dat kan onder de douche zijn. Dat kan met het tandenpoetsen zijn. Of dat kan tijdens een soort sportmomentje zijn. Dat ik echt even. Ik heb nu bijvoorbeeld vanochtend even yoga gedaan. Dat doe ik dan maar 10 minuutjes. Oh, wow. Ja. En dan ga ik daarna echt even liggen op mijn rug. En dan bedenk ik altijd maar 3 vragen. En die doe ik eigenlijk elke ochtend. En dat is: hoe voel ik me? Ja. Heel bewust even in mijn lijf voelen. Oké, voel ik ergens? Heb ik een pijntje? Voel ik misschien ergens een soort verdrietje? Of een ongemak? Of een onrust? Wat heb ik nodig? Ja. En ook wat heb ik nodig in dat gevoel? Ja. En waar heb ik zin in? Oh, die 3 vragen stel ik mezelf elke ochtend. En dat kan inderdaad op het punt zijn dat ik mijn koffie sta te maken. Dat slijt erin, hè? Dat slijt erin. Voordat je het weet, doe je het gewoon iedere dag op de automatische piloot. Precies. En dat gaat nu automatisch. Ja, en dat is ook niet een heel bewust moment dat ik denk, oh, waar ben ik nou allemaal dankbaar voor? Eigenlijk door de hele dag door denk ik van, oh, wat heerlijk dat ik die vogels hoor. Wat fijn dat ik hier lig. En dat ik vogeltjes hoor fluiten. Het lijkt wel alsof ik in Costa Rica ben, maar ik ben gewoon in Landsmeer. Ja, maar dat soort momenten, die probeer ik wel in te bouwen. Van wat fijn dat ik hier met mijn kind ben. En dat ik met haar Emily in Paris zit te kijken. Ja. Of weet je, dat zijn echt momenten waar ik heel dankbaar voor kan zijn. Maar dat kan jij denk ik ook, doordat je zo bewust opstaat met je voeten op de grond. Dat je dus begint bij je gevoel. Dat je die emoties de ruimte geeft. Want als je dat overslaat, heb je helemaal geen tijd om na te denken. Dan zit er zoveel in je hoofd. Dan geloof ik dat je niet zo dankbaar kan zijn als dat jij bent de hele dag. Oké, in het thema vitamine D heb ik nog 1 luistervraag. Hey, ik ben een gast. In de winter krijgen we natuurlijk een stuk minder vitamine D binnen, omdat de dagen heel kort en donker zijn. Ik vind dit echt een hele lastige periode en ik zit dan ook vaak een stuk minder fijn in mijn vel. Nu probeer ik vanaf volgend jaar wat meer met het ritme van de natuur te gaan leven. Oh, wauw. Want alle dieren die houden een winterslaap. De planten verliezen hun bladeren en staan niet in bloei. Waarom zouden wij als mensen in de winter dan wel maximaal moeten functioneren? Wow, dit vind ik heel interessant. Volgens mij werkt het helemaal niet zo als we naar de natuur kijken. Ik ben benieuwd hoe jij je winters doorkomt en hoe kijk je tegen deze filosofie aan. Geldt dit voor jou ook, dat je in een soort van winterslaap gaat? Nou, ik vind het een hele interessante vraag. Ik zit er ook echt tegelijkertijd over na te denken van hoe is dat voor mij. Ik merk wel dat ik in een hele andere staat ben in de winter. Ik heb veel minder zin om naar buiten te gaan. Mm-hmm. Ik probeer wel om af en toe even naar buiten te gaan, omdat ik weet hoe fijn het is en hoe belangrijk. Maar ik vind het veel lekkerder om te cocoonen. Om lekker eigenlijk letterlijk in je hol te blijven. Mm-hmm. En de kaarsen aan te steken. En het gezellig te maken thuis. En te koken voor mensen. Dat soort dingen. Dat soort initiatieven heb ik veel meer in de winter dan in de zomer. In de zomer wil ik eruit. En dan wil ik weg. Ja. En dan heb ik veel meer die behoefte. Dus wat dat betreft doet het donker zijn buiten letterlijk. Doet wel iets met je ook. Ja, dat je langer wil uitslapen. Dat je helemaal niet zo'n zin hebt om eruit te gaan. Mm-hmm. Licht zorgt ervoor dat je letterlijk aan de dag wil beginnen. En dat je zin hebt om eruit te gaan. In het donker denk je, oh, nog even erin blijven. Dus ik denk dat het verschil tussen licht en donker, dat letterlijk iets met je lijf doet. Met je bioritme. Ja. Ik hou dus heel erg van dat cocoonen. En met zo'n dekentje op de bank liggen. Dus in mijn hoofd is de winter en de herfst zijn mijn favoriete seizoenen. Maar nu de lente er zo is. Ja.
soms lijkt het gewoon of ik drugs op heb. Als ik buiten loop met de fijn hond. Fijn is dat je het niet eens hoeft te gebruiken. Om en de zon schijnt. Ja. En ik laatst, toen mijn vriend kwam terug van een feestje. Ik ging de hond al uitlaten, dus dan weet je, dat was vroeg. En ik ging naar buiten met Eddie. En er was nog niemand. Je hebt zo'n kade in Amsterdam, bij om de hoek van ons huis, waar de hond los kan. Nou, ik zat echt te kijken om me heen. Ik dacht, wow, dit is wat ik gemist heb in de winter. En natuurlijk wandel ik ook met hem. Maar die zon, het licht buiten, dat doet zoveel met je hoofd. En ik krijg daar ook een soort van kriebel van. Een soort kriebel om letterlijk, te maken. Letterlijk lentekriebels. Ja, ja een kriebel om te maken. Ik denk al aan de feestjes. Wat gaan we deze zomer doen? Mm-hmm. Het is echt. Maar ik vind het heel interessant wat er wordt gezegd in deze vraag. Van, moeten we in de winter wel evenveel van onszelf verwachten? Nou ja, natuurlijk niet iedereen heeft een leven dat hij of zij vrij kan inrichten. Maar ik denk wel als je naar je huis kijkt, je thuisleven. Ja, dat, kijk eventjes naar de winter en het buiten zijn en de terrasjes en zo. Ik zie sommige mensen alleen maar in de zomer of in de lente. Ja, dat is echt zo. Nou ja, sowieso denk ik dat wat je van jezelf moet verwachten, dat je daar... Nou, dat we soms heel veel van onszelf verwachten. En dat we veel meer kunnen luisteren naar wat we nou eigenlijk willen en wat we voelen. En, en ik denk dat dat misschien net even iets anders ligt in de zomer dan in de winter. Dus, en misschien ligt dat per persoon ook wel verschillend. Ja. Dus heel goed luisteren naar wat jij belangrijk vindt en wat jouw lichaam aangeeft. Mm-hmm. Dat is gewoon, denk ik, het allerbelangrijkste, winter of zomer. Ik voel precies hetzelfde wat jij hebt, hoor. Ja. Ik woon naast de Twiske, dat is een natuurgebied. En nu staat het helemaal vol met bloemen. Wow. Het is gewoon niet normaal als ik daar nu loop buiten. Ja. Wat een geurexplosie je dan ervaart. Het is echt niet normaal. Heb ik ga soms. Ik heb geen hond. Ik dacht dat jij een hond had. Nee, ik heb ooit een klein hondje gehad, maar ik ben alleen met mijn dochter. Tenminste, ik heb wel een relatie, maar hij woont niet bij ons. Dus ik kon gewoon niet 3 keer per dag met die hond buiten wandelen, want ik moest gewoon altijd werken. Mm-hmm. En weet je wel, en mijn dochter was nog ook toen iets te klein om dat alleen te doen. Yeah. Dus ze woont nu bij om de hoek, bij een goed vriendinnetje van mij. Oh. Ja, dus we zien haar nog heel vaak. Het hondje dus, de vriendin en het hondje. Dus dat is superleuk. Maar ik woon dus aan een natuurgebied en dat is gewoon echt even een shotje geur halen gewoon. Ja. Nu in die lente, man, dat is niet normaal. Al die bloemen en dat groen, ik vind het echt geweldig. Is dit jouw favoriete seizoen? Ik denk het toch wel. Maar als jij nu, want jij beschreef net van ja, ik vind dat kalkoenen zo lekker. Kan ik ook heel lekker vinden. Ja, maar ik hou ook heel erg van kerst. Dus, ja, jij bent een kerstfreak, ja, dat klopt. Ik ben een soort kerstpsychopaat, maar ik hou er ook onwijs van om juist dan activiteiten te doen die buiten zijn. Dus, als ik aan de winter denk, dan denk ik aan dat wij naar kerstmarkten toe gaan. En dat je met handschoenen en dikke mutsen aan, zeg maar. Het wil niet zeggen dat ik dan alleen maar binnen zit. Nee, maar in mijn hoofd ben ik wel meer herfst. En herfst is de tijd dat ik echt naar het bos ga. Oh ja, dat is ook heerlijk. Met de blaadjes. Nou, ik denk dat toch wel mijn lievelings is toch wel de lente. Als alles weer begint te bloeien en te groeien. En dan ruikt alles lekker. En je hebt eigenlijk weer zin om uit je hol te komen. Mm. En dat vind ik wel een heel fijn seizoen. Ja. Zolang er maar een dekentje kan zijn, dan ben ik blij. Precies, ja. Dit is als je mij zo in zo'n troon neerzet. Hè? Lekker comfortabel, lekker kopje thee erbij. Of een glas koude limonade. Maar zodra ik geen dekentje meer op schoot kan, dan krijg ik stress. Ja. Als het, zeg maar ik probeer het want nog, dan hoor. Heb je het koud, bedoel je? Nee, ik heb gewoon een soort comfort ding nodig. Zodra het zeg maar 35 graden is en ik kan niet meer met zo'n dekentje op schoot zitten, dan word ik ongemakkelijk. Je ziet mij ook nog steeds met dekentjes als het warm is buiten. Ja, dus dit heb je is ook altijd je eigen dekentje? Is dit je eigen dekentje? Het is niet mijn eigen dekentje, maar misschien gaat hij wel mee naar huis. Hij is wel, ziet er wel heel is wel leuk. Ik snap hè? Je wel met je dekentjes. Ja, het is eigenlijk net als vroeger zo'n knuffel die je altijd niet, bij ja, had. Nu ik het hardop uitspreek, is het best wel een beetje raar. Ik weet niet of de luisteraars dit ook hebben. Het is net of ik nooit afstand heb genomen van mijn knuffel. Maar ik heb gewoon een soort van... Dekentjes ik heb gewoon een deken. Kijk hoe ik erbij zit als een soort van troll ook gewoon. Zo. Ken je die dat troll jou, van hoor, de Efteling? Maar die van de Efteling, zo die trollenkoning zo. Hallo. Maar wel comfortabel. Lekker toch? Heerlijk. Ja. Ja, weet je, ik moet wel even aan de luisteraars vertellen. Het was gisteren 23 graden. En ik dacht, we hadden een beetje gehoopt. Ik had ook gehoopt om gewoon in een t-shirt te zitten.
Ja. Ja, ik heb gewoon, ik dacht blote voeten in die instappers. Ik dacht eigenlijk, die trui ga ik de hele dag niet aan hebben. Maar ik met blote armen dacht ik, nou jongens, ik zit hier. Ze hebben gewoon een dekentje voor me. Het blijft Nederland, hè? Maar alsnog heel lekker. Alsnog heel lekker. Ja, het is gelukkig regent het niet. Het kan altijd erger. Precies. Hé, niet jinxen, niet jinxen. Vrouwtje, dit was het einde van aflevering 1. Oké, nu al? Of gaat het snel? Het gaat heel snel. Nou. Maar we gaan hele leuke dingen doen in de volgende. Okay. Nog veel meer leuke luistervragen. We gaan nog verder in op stress en buiten zijn. Maar dat allemaal volgende aflevering. Oké, zin in. Nou. Doei! Leuk. Wij zijn hier om samen met jou naar buiten te gaan. Jouw eigen buiten te maken. Hartman combineert comfort, design en kwaliteit in elk product dat ze maken. Tuinmeubelen die zijn ontwikkeld met het oog op circulariteit en die lang meegaan. Hiermee geven zij jou de zekerheid dat jij verantwoord en met een goed gevoel kunt genieten van jouw buiten. Want wij willen meer met z'n allen naar buiten. Volgende week dan zijn we er weer en dan zijn we nog steeds buiten.